Een heerbos O start vandaag een proef met de terugkeer van de schillenboer. De schillenboer haalt twee keer per week GFT-afval op aan de voordeur bij twee flats. Omdat wethouder Renske Helmer ziek was, deelde schillenboer Jozef vrijdag de eerste GFT-ermers in zijn eentje uit. Mensen die in een flat wonen hebben vaak geen groene en grijze bak, en ook is de gang naar beneden naar de centrale afvalbak aan de straat met maar een klein beetje afval niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen deponeren daarom al hun afval in een vuilniszak. Om het scheiden van de GFT en restafval te bevorderen zal er vanaf nu een auto van de Dar langs de hoogbouw rijden om het GFT-afval op te halen. Van het afval wordt compost gemaakt. Dat is dus een andere bestemming dan vroeger. Toen ging al het GFT-afval naar een boerderij en werd het gebruikt als veevoer.